Kati, leg even uit, waarom is die extra tijd nodig? Nou, fijn dat ik dit kan uitleggen, want in het Europees Parlement zijn we eigenlijk wel klaar om gewoon eind deze maand te stemmen. Dus wat ons betreft is het niet nodig. We hebben dat enorm lange, grote verdrag natuurlijk tijdens de kerstvakantie mogen lezen. Wij zijn ook meteen aan de slag gegaan met 17 commissies om de inhoud te beoordelen. En mijn rapport voor het Europees Parlement zou eigenlijk over 2 weken in stemming worden gebracht. En nu horen we vanuit de regeringsleiders dat zij nog niet klaar zijn om te stemmen. En dat schijnt te maken te hebben met de technische reden dat nog niet in alle talen het officiële verdrag klaar ligt. En met name de Fransen hebben daar zo'n groot probleem mee dat ze daarom om uitstel hebben gevraagd. Terwijl je zou kunnen zeggen, toch, ja, het is een dik pak, stuk papier eigenlijk. Zeker. Natuurlijk. Een dik pak papier. Dus op zich kan ik me dat best voorstellen. Maar goed, het is in het Engels beschikbaar, lijkt me. Dus dat zou iedereen moeten kunnen lezen, toch? Zou je zeggen. Ja, en weet je, begin december, toen we nog hoopten dat we voor 1 januari alles er doorheen zouden kunnen krijgen. Ja, toen zouden de Fransen ook maar 3 weken de tijd hebben gehad om het te vertalen. We zijn inmiddels 2 maanden verder. En het is dus nog steeds niet gelukt met die officiële vertaling. Dus ja. Jij zegt dus eigenlijk, het ligt vooral aan de Fransen. Het ligt met name aan de Fransen, gesteund door een aantal landen die ook wel fijn zouden vinden om alle juridische teksten in hun eigen taal te hebben. Maar weet je, op dit is denk ik niet het moment. Op het moment, we moeten namelijk toestemming krijgen van de Britten voor een uitstel. Ja. En de relatie is niet zo dat de Britten daar niks voor terug gaan vragen. Dus ik vind het ook gewoon politiek niet zo heel handig van Parijs om nu dit spel te gaan spelen. We zullen zien, er is nog geen uitstel officieel afgesproken. Dus in het Europese parlement zijn we nog steeds klaar om desnoods binnen 2 weken ons akkoord te geven op het akkoord.